kijkers, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben in Vesophobia en ik begin een keer eens niet in een potje. Ik ben hier in de lobby. Ik heb goed nieuws, namelijk de eerste update van dit jaar, van de 2024 en verder roadmap, is uitgebracht. En dit betekent dat Vesophobia dus nieuwe graphics heeft. Het is niet voor VR en je moet wel een graphics card hebben. Ik weet trouwens niet eens of je kan gamen zonder graphics card, maar goed, het staat erbij, dus het zal vast de reden hebben. In de opties kan je nu namelijk zien dat bij video de brightness is nu een percentage. Bij mij stond die bij 198%. Ik laat hem daar maar gewoon even op. Maar wat dus nieuw is, is je hebt Eye Adaption en Screen Space Illumination. En wat Eye Adaption dus doet, is, ja, dat staat er letterlijk, wat je in het echt ook hebt. Stel je gaat van een hele lichte ruimte in één keer naar een donkere ruimte, dan zie je helemaal niks. Maar hoe langer je in die donkere ruimte staat, hoe meer je ogen wennen aan de omgeving. Nou, dat is dus letterlijk dit ook. En dat ga ik dus aanzetten. Ik ben heel erg benieuwd wat dat namelijk doet. Als je dus bijvoorbeeld van een lichte kamer naar een donkere kamer gaat, dan zal je waarschijnlijk eerst misschien wat minder zien. En hoe langer je in die donkere kamer bent, hoe meer je wel zal zien. En juist andersom natuurlijk, hè. Misschien dat als je van een donkere kamer naar een lichte kamer gaat, dat het dan juist heel fel is. En wat Screen Space Illumination doet, is dat het licht en schaduwen minder donker maakt. Simulates Bounce Lighting, dat staat daar letterlijk. Ik weet niet zo goed wat dat precies doet, want zo slim ben ik ook niet, dus ik snap het niet helemaal. Er staat wel bij dat dit misschien je performance kan aanpassen, dus er zijn 3 quality settings. Ik ga hem nu even op high zetten, kijken hoe goed dat werkt. En als ik merk dat er iets verkeerd gaat, dan kunnen we altijd weer uit of lager zetten. Ander goed nieuws wat ik heb, is dat ik aanstaande vrijdag 12 januari om 4 uur 's middags live ga. En dan ga ik Vesophobia spelen met kijkers. Dus wil je nou een potje met mij meespelen en andere kijkers, zet het in je agenda. Vrijdag 12 januari om 4 uur ga ik live op dit kanaal, gewoon op YouTube. Wil je nou als eerste op de hoogte blijven van wanneer ik live ga, ja of nee? Volg me dan op Instagram, linkje staat in de beschrijving, gewoon KippieLDV. Daar plaats ik altijd wel een story als ik live ga en dat soort dingen, of de updates over hoe het ervoor staat. Dus vergeet me zeker niet te volgen. Vandaag hebben wij Brandon Knight. Schrijf je dat zo? Oké, blijkbaar kan je dat ook zo schrijven. Waarom ik nu weer op craften ben, het is veel donkerder voor mijn gevoel. Holy damn. Er is dus ook een update dat grotere ruimtes donkerder zijn. Waardoor het dus kan, staat erbij dat het op de farmhouses gewoon echt zo moeilijk te zien is. Maar er staat letterlijk bij van, yo, chill aan, dit hoort. Dit is met een flashlight. Donder op. Ik voel me gewoon weer een noob. Alsof ik gewoon echt geen goede flashlight heb, zeg maar. Oké, wacht. Ik moet even checken waar de breker zit. Wat ook aangepast is, vooral licht eigenlijk, wat nu geüpdate is, is dat als de maan bijvoorbeeld schijnt, dan schijnt dat nu ook naar binnen. Maar op Grafton zijn ook nog andere aanpassingen gedaan. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar dat is de reden dat we op Grafton zijn en niet op Bleasdale. En mocht je het holiday event van de afgelopen jaar eigenlijk, 2023, kerstevent, sneeuw, weet je wel, die sneeuwpoppetjes. Mocht je dat nog niet gehaald hebben, dan helaas is dat nu ook weg. Dus je kan dat niet meer halen. Wat je kreeg was een trophy en een player badge card. Ja, het was niet heel spannend. Je kan er geen extra dingen mee. Het is alleen iets om mee te flexen, zeg maar. Holy damn, voor mijn gevoel is dit huis zoveel donkerder geworden zo. Ik hoor volgens mij de ghost hier ergens mee gooien. Voor mij in deze kamer. Ja, het licht staat hier ook aan en ik ben hier helemaal niet geweest. Heb ik hier IMF? Kom op. Ik moet toch iets van IMF hebben. Oh, de monkey paw. Oh, dat is leuk. Hij zit aan de deur. Go. Laat me scannen met de IMF. Het was deze. Oké, we hebben de interactiefoto. Laten we dan even kijken. Heeft hij nog ergens anders deze deur weer? Voor mij, ja, was wel deze deur. Nee, het was niet die deur. Hè? Hoe zag ik mijn IMF daar een beetje raar doen dan? Oké, maar deze was het ook niet. Nevermind, dat is raar. Oh, we hebben de eerste optional objective ook al gedaan, namelijk de IMF. We moeten de area cleanse en parabolic microphone. Dat zijn op zich prima objectives. Gelukkig niet zo eentje van cleanse the area of zo. Wat? Dat is juist wat ik heb en daar ben ik blij mee. Ik bedoel niet eentje als Rappel the Ghost. Dat bedoelde ik. Maar wat er dus nog meer aangepast is, gaan we nu eventjes bekijken. Niet in deze kamer hoor. Ik ga eerst even kijken of er ghost orbs zijn. Hey, waarom nu al? Nee, niet de lamp hier. Nee. Dat is echt niet nice. Oké, nou, dat zijn de lampen. Fijn. We gaan eventjes koekeloeren. Want als het goed is hierboven, is er iets aangepast. Ja, deze... als het goed is het deze stoel. Is nu een hiding spot. Er staat dat de upstairs hallway... Nou ja, dat is dit. Armchair. Dus ik ga ervan uit dat dit is. En dat dit dus een hiding spot is. Ja, daar ziet het ook wel redelijk naar uit. Maar dit is dus nu een hiding zone. Dus dit kan ook geblokkeerd zijn. En dan kan je hier niet verstaan.
verstoppen. De nursery, die heeft nu ook een hiding zone. Alleen, die heb ik nu volgens mij niet. Maar dat is dus als de crib, dat kleine dingetje. Daar kan je dan ook verstoppen. Maar voor mij moeten er dan van die dozen staan. En die staan er nu bij mij niet. Dus ik heb daar geen hiding spot momenteel. Ik zal het wel zo even laten zien, want die zit ook daarboven. Op zich is dat wel... Ja, ik vind het wel fijn. Want boven had je natuurlijk die lockers daar. In die kamer waar ook de breaker kan zitten. En verder had je niet echt hiding spots. Maar dat is dus nu een hiding spot. Die hebben we nu als het goed is. Dus als het een hunt is, zal ik ook daar naartoe rennen om het te testen. En ik denk dat dus dit is de nursery crib. Dat je dan hier zo kan verstoppen. En dat hier dan op deze plek dozen staan. Maar ik wil even disclaimer. Ik weet het niet zeker. Want deze update is letterlijk voor mij een kwartiertje geleden uitgekomen. Dus ik dacht gewoon gelijk, let's go. Ik zag het opnemen. We moeten dit weten. Dus die ene met die stoel, die kan ik wel checken. Maar die van de nursery niet. Want dat is duidelijk dus geen hiding spot. Oh ja, de lampen hier zijn kapot. Oh, dat is wel echt naar voor mijn sanity. Even kijken, wat doet... De thermometer gaat hier omhoog. Is het dan meer hier? Deze is ook kapot? Of is de breaker nu... Nee, de breaker is niet uit. Hier gaat die ook omhoog. Is die ghost nu al verplaatst? Het was toch wel eerst echt hier? Zit die hier? Ja, hij zit hier. Ik zag hier een wolkje. Kijk hoe snel die dropt. Oké, bijzonder. Ik dacht dat die ghost echt in die andere kamer zat. Maar blijkbaar vond hij dat geen beste kamer. Oh, en de lampen gaan ook al knipperen. Fijn. Nou, dat is op zich vind ik dat niet erg trouwens. Want dan kan ik al deze spullen hier weghalen. En hebben we nu gewoon wel weer een lampje in de ghost room. Dat is niet erg. En we kunnen hier heel makkelijk kijken voor orbs, dat soort dingen. Ja, ik zie een orb. Daar, let's go, hebben ze. Ghost orb. Hebben we ook gewoon een hiding spot in de ghost room. Ik heb dat nog steeds nooit getest of dat eigenlijk kan. Of je kan hiden in de ghost room. Ik heb hier ook nog een ghost writing liggen. Ja, ik wil dat ook nog wel een keer doen. Maar niet deze keer, oké? Okay? Want als ik nu dood ben, dan is het... Oh, dat is wel de breaker. Is het hier freezing? Oeh, het is echt een randje van nul. Nou, ik laat hem hier nog even liggen. Ik ga die beslissing nu nog niet maken. Oké, laten we de breaker aan gaan zetten. En we hebben een monkey paw, hè. Dus eigenlijk moeten we... Ja, daar moeten we iets mee doen. Nou, het hoeft niet natuurlijk. Maar we kunnen wel kijken of we iets kunnen gebruiken. Ik moet ook nog even kijken goed naar of dat eye adaption. Hier, dit is donkerder. Gaat dit nu... Ja. Ik zag het veranderen volgens mij letterlijk. Kijk, nu kunnen we dit gewoon prima zien. Dat is heel fel, lijkt het vanaf buiten. Lijkt echt heel fel. En dan ga je hier naar binnen. Ja, zie je dat? En het wordt langzaam wordt het minder fel. En nu lijkt buiten heel donker. En dan ga je buiten staan. En dan wordt het weer... Dat vind ik heel nice. Want dit zijn de kleine details die het denk ik enger gaan maken in het grote geheel. Maar het is niet iets wat je echt direct door hebt. Stel je zou het niet weten, zou je het niet door hebben. Maar het voegt wel toe aan de echtheid natuurlijk, dat sowieso. Maar aan het effect. Stel je zit in een ghost hunt en je rent een donkere kamer binnen vanuit een lichte kamer. En je ziet opeens veel minder. Ik denk dat de stress dan wel hoog is hoor. Nou is de stress waarschijnlijk bij mij sowieso al hoog als het een ghost hunt is. Want om een of andere reden kan vesophobia mij nog best wel goed pakken soms. Ik geef het niet graag toe. Maar soms moet ik nog wel schrikken en dan denk ik achteraf van, yo, hoe lang speel ik deze game nou? Hoeveel heb ik het wel niet gespeeld? En waarom schrik ik nog steeds van dat soort domme dingen? Dat zijn het ook meestal, hè? Domme dingen. Is het hier nog steeds? Ja, oké, het is hier nog steeds. Wel echt weer dat randje nul, maar dat mag de ghost zelf lekker uitzoeken. Ik ben weer eventjes weg. Ik zag wel in de vorige video dat jullie echt heel enthousiast zijn voor de aankomende updates. Dus zeg maar, de updates die echt nog, ja, veel later in het jaar gaan komen. Dus de hallucinaties en de nieuwe map. Ik zou zeggen, abonneer zeker op mijn kanaal, want als die updates uitkomen, ga ik die natuurlijk gelijk spelen, want ik ben echt enorm hyped. Zelfs na al die tijd kan ik deze game nog gewoon spelen en kan ik er nog hyped om zijn. Soms kan deze game ook wel het bloed onder mijn nagels halen. Zeker als het opeens een Revenant is, de ghost of zoiets, weet je wel. Dat is een stille hint naar een van de vorige video's. Oh, de ghost zit aan een deur. Zou het fingerprint zijn? Oh, het is wel hoge IMF. Even kijken. Oh nee, nef. Wat? Het klonk in mijn hoofd als een hoge IMF of zo. Waar is de UV? Hier. Even kijken. Zijn het fingerprints ergens? Nee. Oh, dat wordt nog wat. Laten we dan wel ervan uitgaande dat het hier nog is. Ja, even smutsen. Zo, pak aan, ghost. En we hebben ook de objective. Dan hoeven we dus nog maar één objective. Dat is super chill. Oh jee, mijn camera. Waar is mijn camera? Heb ik een ghostfoto? Alsjeblieft. Oké, spanning. Gaan we kijken. Ik heb geen ghostfoto. Oh, en ik deed die zo mooi. Oké, dit is een hoge IMF. Het was ook een event. Oh, ik was zo mooi. En ik dacht dat misschien dat ik hem nog wel zou kunnen hebben. Maar oh. Oké, deze ghost die houdt dus wel van events. Dit is al het tweede event volgens mij. Als die ghost straks heel stil gaat zijn, moeten we even rekening... Kan het nog op tijden zijn? Ja, het kan nog op tijden zijn. Oké, we kunnen die orb. Die kunnen we dus echt nog duidelijk zien. Kan het... Nee, het kan geen Goryeo zijn. Het kan wel nu nog van alles zijn. Ik hoop niet dat...
dat het zeg maar niet de IMF5 is. En dat het dan weer het rijtje Revenant, Jury, Hand to Unreal Ghost wordt. Want dat zijn de minst leuke ghosts. Dus die heb ik zo vaak, dat rijtje. Dus dat maakt het voor mij minder leuk. Ik denk dat ik een Parabolic microfoon ga meenemen nu. En wat kunnen we nog meer meenemen? Ja, het heeft niet echt... We kunnen nog een Dodge meenemen. En dan heb ik nog maar één plekje. Dus dan wordt het eigenlijk, denk ik, toch wel vrij snel een crucifix. Want voor de rest heeft niet heel veel, ja, echt zin om mee te nemen. Of een IMF. Nee, dat kunnen we wel doen trouwens. We kunnen nog wel een tweede IMF voor de zekerheid daar neerleggen. En dan leggen we ze gewoon eentje bij de deur en eentje helemaal aan de andere kant van de kamer. En dan hopelijk als het dan IMF 5 wordt, wat ik graag wil, hè, want dan is het een Raichu van Obake. Dan kunnen we het gelijk zien. Hey Ghost, ik ben er weer. Ja. Heb je hier het licht ook al kapot gemaakt? Serieus? Wat heb jij? Waarom ben jij zo? Ik vind deze ghost nu al niet meer leuk. Wat het ook gaat zijn, je bent niet leuk. Kijk, we leggen... ja, ik weet niet of de ghost hier echt iets kan gooien met iets of zo. Ik leg wel hier een IMF en dan leggen we deze... Oh, jij zit wel weer aan die deur, zie je dat? Maar nog steeds geen new V. Nee. Oh, daar gooit hij nu ook weer met iets. Daar moeten we even snel kijken voor de IMF. Wat voor een IMF is het? Hier, is het een IMF 4? Oké, ja, weer geen 5. Dat is wel echt... Ik twijfel steeds meer of het nog wel IMF 5 gaat worden, zeg maar. Oh, hij ging heel hoog. Maar nog steeds de 4. En hier zat hij weer ergens aan. IMF 2, oké. Okay. Hoeveel graden is het hier inmiddels? Dit is echt 0.1 of zo. Schei uit. Waar is mijn flashlight? Die moet ik even hebben. Dit is IMF 4. Dit is geen 5 nog. Zullen we maar spearbox proberen of zo? Even kijken. Dots heb ik ook nog niet gezien namelijk. Waar is mijn spearbox? Hier. Where are you? How old are you? Are you close? Had ik nou... Nee, ik had geen antwoord. Where are you? Are you friendly? Oh, wacht. De deur. Gooi er weer met iets. Kom op, geef me gewoon even IMF 5. Ik wil het zo graag. Het gaat hem niet worden, vrees ik. Ik zit met heel veel te gooien, maar het wordt geen IMF 5. Where are you? Are you close? Shall we leave? Wat hoorde ik? Die stoel? Maar dat is heel ergens anders. Het gaat hier omhoog. Nou, dat valt ook al mee. Where are you? Ja, spirrenbox. Hè, eindelijk in de 100 miljoen jaar dat ik hier al sta met dat ding. Holy moly. Oh, wacht, het licht kan hier niet aan. Oké, maar dit is goed nieuws. Dit is heel goed nieuws. Ik ga hier nog even staan met de Parabolic microfoon. Want dat betekent het is een mare, een yokai of een onryo. Dus het kan geen IMF 5 zijn. Het kan geen UV zijn. Het is ghostwriting, freezing of dots. Oké, wat we dan gaan doen is dan gaan we eventjes wat spulletjes halen die ons hierbij kunnen helpen. Freezing kan het dus zijn. Ja, hoe raar ik het ook klinkt, want het was geen freezing daar nu net, is dat ik heb laatst eens een keer gehad dat het de hele tijd gewoon ruim ongeveer 5 graden was. En toen ging ik weg en het was freezing. Toen dacht ik, hè? Maar ik heb helemaal geen freezing gezien. Maar dat was het dus wel. Dus wat we gaan doen? We nemen een boekje mee. We hebben nog een crucifix mee. En wat neem ik nog meer mee? Nog een temperatuurding. Ja, wat was het nou? Ghostwriting, freezing of dots? Ja, de rest ligt allemaal binnen. Ik heb al een tweede dots binnen. En ik neem dan nu ook een tweede ghostwriting mee. En dan moeten we nog even die parabolic microphone sounds. Ik ga wel even een sanity medication nemen. En dan wordt het goed kijken voor dots, right? Riding of freezing. En ik hoop eigenlijk dat het een riding gaat worden. Want dat is natuurlijk, ja, de makkelijkste. Nou, wat hoop ik? Meer een yokai of een onryo. Als we nou een foto hadden van de ghost. Oh, als ik een ghost foto had en hij stond niet op de foto, dan... Oh, is dat een yokai? Nee, dat is een phantom. Nu ga ik dingen door elkaar halen. Nou ja, dat is een phantom, inderdaad. Dat heeft helemaal geen zin. Yokai, die wordt boos door stemmen. En een onryo is met het vuur. Dat is, kunnen we wel testen, maar dan wordt het wel een ghostend. Ja, en een meer, dat zou heel vervelend zijn. Want die is dus in het donker juist heel sterk. Maar ja, omdat deze kerel alle lampen heeft uitgedaan. Nou, uitgedaan. Gewoon kapot gemaakt, kan je zeggen. Wordt dat dus een grappig dingetje, want hij zit hier altijd in het donker. Oké, en dan gaan we dus hier ook een crucifix. Wacht, is hij nou verplaatst? Ah, nee. De temperatuurding gaat hier nog wel naar beneden. Ik denk eerlijk gezegd dat het misschien wel een mer gaat zijn. Want wat het ding dus is, we hebben 2 events gehad dat hij het licht heeft verbroken. Dat is typisch mer gedrag. En volgens mij heb ik ook een keer gehad dat ik het licht aandeed en dat hij het gelijk weer uitdeed. Dus wat we kunnen doen is, we kunnen nog wel van naar binnen gaan. We hebben de ghostwriting er nu liggen. Maar dat we gaan kijken van, als we zetten we het licht bijvoorbeeld aan, of hij het dan gelijk weer uit gaat zetten. Want dat is... Oh, nevermind. Dat kunnen we niet meer, aangezien het licht gebroken heeft. Damn, ik had zo'n goed idee. En dan komt die ghost het weer even verpesten. Nou, we kunnen het in eromheen wel... Had ik hier nou een wolkje? Oh nee, ik denk dat dat flashlight licht was of zo. Wat een beetje leek op een wolkje in een snelle blik. Oké, nou, ghost, als jij hier nog bent, laten we dat eerst even checken. Hebben we al... Oké, dankjewel voor aan de deur zitten. Waar is mijn fotocam? Hallo, fotocam? Ja, nu is
heb ik al aan de deur gezeten. Is het freezing? Nee, het is geen freezing. We hebben hier geen ghostwriting, hier geen ghostwriting. Hij zit wel weer aan de deur, dus daar maken we weer een foto van. Ja, wat kunnen we dan doen met het licht? We kunnen bijvoorbeeld... Ik weet niet of dit is denk ik te ver met dat licht. Stel, we zetten dit aan. Ik denk dat dat te ver is. Kunnen we dit niet... Dit kunnen we wel nog overhalen. Zou hij dat nog naar beneden doen? Ik weet het niet. Ik weet niet of hij dit gelijk... Zo zou hij aanstaan, maar hij staat niet aan. Dus misschien omdat die gebroken zijn en hij dus niet aanstaat, dat hij hem ook niet gelijk uitzet. Ook al kan ik de schakelaar wel overhalen. Oh, ik dacht al echt dat ik toch de deur daar hoorde, maar goed. Hey, dit is Dots. Dan is het geen meer. Is het een yokai? Wauw, dan is het wel heel toevallig dat we die light events gehad hebben. Oh, dat heeft me dan zo erg in de war gehaald. Maar ja, we hadden ook nog geen ghostwriting. Dus ik zou sowieso niet ervoor kiezen als de ghost niks had gedaan. Maar we hebben Dots. Oké, dat is prima. Waarom die zo langzaam trouwens liep door de Dots? Ik heb geen idee. Dat was een beetje raar. Ik had wel verwacht dat de ghost iets actiever zou rennen door de Dots zoals dat vroeger ook was. Nou, ghost, op zich mag je dan nog parabolic microphone sounds doen. Give us a sign. En dan zijn... Wauw, wauw, dat was zo perfect. Of dat was mazzel, of dat was gewoon, weet ik niet, afdwingerij. Oh, ik moet de bow nog vinden. Ja, laten we dat wel nog doen. Ik ga gewoon één rondje lopen. Waarom was dat zo raar? Oké, in ieder geval, ik ga één rondje lopen om te kijken of we de bow of iets kunnen vinden. En als het niet zo is, dan heb ik pech en ben ik weg. En dat ruimt heel mooi. Ik hoor die ghost wel echt in de tussentijd heel veel gooien met items. Ik weet niet of dat een goed teken is, want misschien betekent dat het bozer wordt en dat hij straks gaat hunten. Maar, Abby, nee, laten we gewoon op... Oh, waar is hij? Waar ben je? Ik maak gewoon een foto. Heb ik een ghostfoto? Nee, waar ben je? Oh, hij is in die andere kamer natuurlijk, want daar was ik toen het event begon en nu ben ik te laat. Interaction foto. Maar hij stond daar. Ik zag hem. Dat is zo oneerlijk. Mensen, ik heb zo mijn best gedaan voor een ghost foto. Laten we boven even kijken voor de boom. No way. Dat is wel heel spijtig. Ik had graag de ghost foto willen hebben. Want hey, extra geld. Daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Maar ik denk wel dat we zo meteen nee moeten zeggen tegen het geld van de boom. Oeh, sneaky, sneaky. Bijna had ik jou niet gevonden. Maar goed dat ik nog even keek. Want dit was een missie mis... Nee, dit was niet een missie mislukt. Dit was een missie gelukt. Wat trouwens ook nog eens aangepast is een klein detail, maar misschien wel belangrijk voor jullie om te weten, is dat een poltergeist met zijn ability nu geen ghostwriting boek meer kan gooien. Dus, hey, mocht je een poltergeist hebben en hij gooit... Nee, dan heb je geen poltergeist. Als hij gooit met het ghostwriting boekje, is het niet in ieder geval de poltergeist ability. Oké, yokai. Hebben we zeker. Yokai. We hadden ghost orbs. We hadden spearbox en we hadden dots. Dit moet een yokai zijn. Het kan niet anders. Kom maar hier met dat geld, hoor. Ja. Mensen, ik heb spearbox level 2. Het mocht even duren. Ik ga hem wel gelijk kopen. Hoe duur zal die zijn? Ik denk 4000. Oh, 3000. Oké, dat is een, dat valt alweer mee. We hebben nu een hogere range. Medium audio quality. Medium response rate. Een display screen. En hij is elektronisch, maar goed, dat was de andere ook. Dus nu hebben we ook inderdaad meer kans dat als het spearbox evidence is, dat hij ook antwoordt met de spearbox. Ik had response rate low. Nou, dat is dus echt weinig. En de range is ook minder. Dus vandaar dat ik zo blij was dat ik spearbox had. De kans was dus niet zo groot dat ik dat kreeg. Zijn jullie net zo hyped als ik voor alle updates die er nog aankomen in Versophobia? Vergeet dan zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier voor een andere Versophobia video die je zeker niet wil missen. Joejoe!